Bij de invoering van die coronapas waren ze een beetje balsturig. Mevrouw Halsema in Amsterdam zei meteen, gaan we niet handhaven. Gaat minister Grapperhaus nog met hen praten? Ja, hij zei vanmiddag echt op een aantal plekken in Nederland, moet dit echt beter? En er is komende week ook overleg tussen het kabinet en die burgemeesters. Je zag vanavond al meteen dat daar wel actie op ondernomen wordt. Want Halsema heeft bij de lokale zender in Amsterdam gezegd, nou, we gaan nu wat strenger handhaven. Ze dreigt ook met sluiting voor horecaondernemers die niet die QR-code goed controleren. Want tot nu toe had ze precies nul boetes uitgedeeld, geloof ik. Ja, en ook het valt in Nederland sowieso tegen met, of nou, tegen, het valt mee met hoeveel bedrijven gehandhaafd zijn die niet controleren. Dat valt wel op, terwijl je toch heel veel verhalen hoort van mensen die op plekken komen waar die QR-code niet goed wordt gehandhaafd. Ja. Dus daar zal de komende dagen wel discussie over zijn. En de burgemeesters willen natuurlijk weten of ze met oud en nieuw, wat ze met oud en nieuw en kerst en zo moeten doen. Nou ja, vanmiddag dacht van, ik hoorde Grapperhaus het zeggen, dus ik dacht, ik bel een beetje een rondje rond langs wat burgemeesterswoordvoerders. En daar hoorde ik wel van, ja, als we nu al dit soort dingen met de horeca, dat is nog steeds middernacht, dat blijft dus voorlopig ook middernacht, die sluitingstijd. Dan kom je wel weer in december en dan ga je toch weer langzaam richting die feestdagen. Hoe zit het met oud en nieuw? En kerst vorig jaar was dat vrij laat dat we dat pas wisten hoe dat eruit zag, zeiden die burgemeesters. Dus die willen nu daar misschien al wel eerder duidelijkheid over. En toen was er ook een vuurwerkverbod, toch? Ja. Nou, ja, dat soort vragen, het is wat vroeg nog daarvoor. Er zit moet nog komen, maar daar willen ze toch alvast over nadenken. Ja. Oké.